Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de organisatie van al deze activiteiten? We beginnen zo rond november één keer per maand om bij elkaar te komen. En ja, dat wordt steeds drukker naarmate de kindervakantieweek nadert. Kun je iets vertellen over het programma deze week? De kinderen dachten dat we deze week naar de Caribië gingen. En zo zijn we maandag ook vertrokken op de boot naar de Caribië. Maar toen zijn we in de storm terechtgekomen en kwamen we in de jungle terecht. De boot is inmiddels kapot en die moet eigenlijk deze week gemaakt worden. En dat kan alleen door genoeg zilverstukken te verdienen bij spelletjes en moeilijke opdrachten. Zodat we de boot weer kunnen maken en terug naar Nederland kunnen varen. En dat gaat allemaal goed komen, denk je? Ik hoop het. De kinderen zijn hard bezig. Alleen de mensen die onze boot willen repareren, die willen heel veel geld zien. Heel veel zilverstukken. En dat is nog wel een beetje moeilijk. Dus vertellen we jullie hier aan het doen zijn? Wat we allemaal gedaan hebben. Wat heb je allemaal al gedaan? We gaan dadelijk nog waterspelletjes doen. En nog meer dingen. En gisteren, wat heb je gisteren gedaan? We hebben gisteren met 1 tot en met 11 hebben groepen gemaakt. En toen gingen de andere helft ging in de tent, gingen we daar allemaal spelletjes doen. En de andere groep ging ergens iets in het bos doen. En vertel eens, wat voor spelletjes had je gedaan? Nou, we hadden met alle twee groepen, ook in het bos, waar moesten we een stukje lopen. En toen hadden we daar het ganzenbordspel gedaan. Moeten jullie alles zelf bedenken of kunnen jullie een beroep doen op een landelijke organisatie die jullie ondersteunt? Over het algemeen verzinnen we alles zelf, maar op internet zijn genoeg draaiboeken en spelideeën te vinden die we dan aanpassen voor zo'n grote groep. En daar wordt het programma verder op gebaseerd. Hallo. Hallo. Je bent als vrijwilliger hier actief? Ja, ik doe vrijwillig mee en ik vind het ontzettend leuk om mee te doen. Ben je als moeder hier? Of? Ook als moeder, ja. Yeah. Ja, ik heb 2 kindjes. Yeah. Dat zijn al mijn dochters. Zo een hele meidenschaar. Zo gezellig zijn wij het altijd. Het is een hele gezellige moeder. Ja, is gezellig. Is dit het eerste jaar dat je meedoet? Het derde of het vierde jaar. Hoe ervaar je het programma? Ja, het is geweldig goed georganiseerd. Elke dag weer. En kinderen vinden het ontzettend leuk. Meiden hebben het altijd naar zijn zin hier. Ja. Alles draait op vrijwilligers, heb ik begrepen. Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Kunnen jullie ermee vooruit? Het is elke dag puzzelen met de vrijwilligers die we hebben. Want dan moet de planning toch weer veranderd worden omdat iemand niet kan komen of dat hij ziek is geworden. Dus het is elke dag wel puzzelen. En daarom zoeken we wel altijd vrijwilligers nog. Okay, dus voor volgend jaar kun je zeker nog extra mensen gebruiken? Ja, zeker wel. En hoeveel kinderen doen er mee? Dit jaar zitten we rond de 230 kinderen. En dat is maximaal of zou je meer kinderen nog kunnen inschrijven? We hebben een wachtlijst van 110 kinderen. Dus die zijn niet geplaatst omdat wij de vrijwilligers niet hebben. Hoe heet jij? Ik heet Teun. En welke school zit je? De Triangel. Hoe vind je het hier? Ja, ik vind het best wel leuk. En dit is eigenlijk, ik vind het een van de leukste dingen van heel het jaar of zo. Nou, dat is wel een compliment zeg. Wat heb je het allerleukste gevonden? Vrij spelen. Met kindervakantieweken. En dan kun je hier in de bossen vrij spelen? Ja, ik mag overal of
mag ook in het bos, alleen bij de VEM mag je niet komen en zo. En ik speel meestal daar zo bij de kampvuur. En heb je hier al veel nieuwe kinderen leren kennen? Ja, ik heb hier best wel veel nieuwe kinderen leren kennen. En dat is wel leuk, want ik heb ook al een paar nieuwe vrienden. Oké, nou, dat is leuk. En volgende week aan school, heb je daar zin in? Ik heb er best wel zin in, ja. Dat is hartstikke fijn. Veel plezier nog. Ja, dank je. Nou. Weet jij nog iets te vertellen? Nee.